Een hele goeie morgen. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Het is eerste kerstdag, mensen. Het is eerste kerstdag. Het is zover. Maar jongens, het lijkt wel bijna zomer. De zon die schijnt gewoon hartstikke. Het is ook echt gewoon lekker warm. Het is gewoon helemaal niet koud buiten. Maar goed, ik ben even wat dingen aan het inpakken. De laatste dingen wat ik blijf slapen bij mijn ouders. Dus ik ben even slaapzak en alles aan het inpakken. Tas met cadeautjes gaan natuurlijk ook mee. Want wij doen cadeautjes met het gezin. Dus ik ga jullie een beetje proberen mee te nemen in mijn twee kerstdagen. Ik moet alleen even zien of dat lukt. Maar goed, dat zien we dan weer. Deze twee die zijn ook weer gezellig bezig. En die hebben voordat ik even wegga nog een leuke verrassing achtergelaten op de grond. Het is echt een zooitje. Ja, ik heb een kerstjurkje aan. Ik zal hem even laten. Ik weet niet waar ik hem, hoe ik dat kan laten zien. Is altijd een beetje een dingetje. Ik mis hier dus ook echt gewoon een spiegel. Want ik kan het gewoon niet laten zien bijna. Ik moet zo ver naar achteren. Maar dit is mijn kerstjurk. Ja, kerstjurk. Het is gewoon een jurkje die ik gewoon super leuk vond. En de kleur groen staat mij gewoon top. Dus ja, leuk. En die knoopjes vond ik ook wel schattig. Beetje chic of zo, weet niet. Vond het wel leuk. Maar goed, ik ben al een beetje zwanger van het eten en zo. Klein beetje maar. Ja, Maxi? Ja, ik ga jullie helaas verlaten. Dan gaat iemand anders weer even voor ze zorgen voor één ochtendje. Want ik ben morgenmiddag alweer terug, want morgenmiddag moet ik in Gouda zijn. Heb ik weer een afspraakje in Gouda staan met Anouk. Dus het zal alleen voor morgenochtend even zijn dat ze even eten krijgen. Ik ga even verder met mijn spullen inpakken. Ik ga even snel een stofzuiger er doorheen gooien. Want ja, die vogels die laten altijd leuk een verrassing achter. Word je altijd heel vrolijk van, niet. Maar goed, ik ga dus even verder met de dingen die gedaan moeten worden. Hey, Fietje. Moet je zeggen, ik ben geen hond. Ik ben geen hond. Hey, Fee. Ze komt aandacht tekort in eten. Hey, Fee. Is er nog aardig wat cadeaus? Nou, hè. Tandjes. Er staan er echt heel veel. Ik heb een heel ander gepakt. Ik voel me nou net een kind zo. Kijken waar je cadeautje zit. Gespot. Wie is dit? Dat is Johan. Oh, ben ik ook. Bijzonder kleur. Bijzonder cadeautjes. Oh, hier is dat nog een keer. Wie is dit? We gaan gewoon alvast een beetje spotten wie er alles. Oh, hier ben ik nog een keer. Johan. Jeetje. Oh, jij bent daar. Ik heb al vier cadeautjes. Vier cadeautjes? Zo. Ik voel me nou echt een klein kind. Oh, vijf. Gewoon een beetje spieken wat er allemaal ligt. Er komen nog twee ladingen bij. Maar van mijn broer en mijn zusje. Kleur ontlopen. Hoort al. Kleur. Dat je zo graag kleurt. Ja. Ja, weet je. Nog één. Nog één? No. Dit is trouwens de kat van mijn ouders. Want ik ben bij mijn ouders. Nog één. En mijn broertje is er inmiddels ook al, zoals jullie zagen. Jezus, minder dan half van mij. Oh, dat was mijn mobiel. Hm? Volgens mij is het minder dan half van mij. Ja, en dan moet ik erbij zeggen, ik heb heel veel cadeautjes voor jou. Oh. Dat moet ik er straks wel even bij zeggen. Niet dat er straks helemaal oneerlijke gezichten komen. Maar dat klopt. Het lijkt net of jij wat meer krijgt. Maar dat is in verhouding niet zo. Daar komen alle buurvrouwtjes en zo. Ik ga even deze krat weer terugzetten voordat ze denken van wat is hier gebeurd. De hele verhuizing. Ik wou even wat mooi, een mooie foto van de kerstboom maken. Maar met die kratten daarnaast vond ik het een beetje lelijk.
Maar ja, dit heb je als je een heel groot gezin bent. Dan sta ik altijd wel op. En dan blijven ze hebben. Ik vind het echt, je ziet er echt heel goed uit. Ja? Mag gezegd worden. Zeker wel. Serieus, dan ben je de een van de eerste genaamd die het zegt. Nou, dat is toch goed? Dat is helemaal goed. Zeker. Heb je eerste compliment binnen? Ja, ik heb ze ook al gehad. Nice. Het is het allemaal vreemd. Nice, nice, nice. Nice. Nou, voordat iedereen zometeen binnenstormt, zijn wij even een dobbelsteenspel aan het maken. Alleen is dat echt nog niet zo makkelijk. Ah, jij gaat de goede kant op. Echt? Ja. Oh, echt? Je was onthoofd. Sorry. Oh, deur. Ja, ik ben er weer aangeluid. Hebben we even snel opgelost. Oh. Maar goed, Richard die verzint dan de woorden voor het spel Raad het Woord. Dan moet je dus een woord uitbeelden en die moet diegene die dit gooit moet het dan raden. We hebben natuurlijk cadeau uitpakken. Ja, wat hebben we nog meer wat we bij kunnen verzinnen? 3 is... Zing een liedje. Ja, zing een liedje. Het kwam ineens net bovenop. Zing een liedje. 3, zing een liedje. Maar ik weet zeker dat er mensen tussen zitten die dat echt niet gaan doen. Ja, maar ik krijg een cadeautje. Okay. Ja. Klinkt logisch toch? Heel slim. Zing... een... Wat gaat het woord? Liedje. Ik weet het. Een aggeslee. Nee. Een cadeau. Een cadeau. Gewoon een vierkant en dan zo'n strik erop. Je moet het soms ook niet te makkelijk maken, hè? Anders zijn we er alsnog zo doorheen. Doe een stoel maar. Een stoel? Oh. Uurtjes verder. We hebben heerlijk gecormet. We hebben gezellig feest en kerst gevierd en zo en spelletjes gedaan. En zo. En nu zijn we aan de poelen. Oh, je moet bij de bukkie, joh. Nou, ik moet letterlijk. Ja, maar ik ben ook klein, hè. Nee, ik ben gezellig aan het poelen met mijn broertje. Mijn zusje is, naar huis nu. Dus wordt gebracht, normaal dus. We komen zo weer terug. Wij moeten zo even chipjes klaar zitten, trouwens. Jo. Ja, zo. We doen nog even één potje. Ga je de muziek?
We doen even één potje. Ik heb net trouwens gewonnen. Ik ga. Op inbeen. Spanning is een zatie. Je bent heel... Nee. Oh, nee. We gaan verkleuren. Let's leave the... En we gaan even schakelen. Oh, ja. We zijn nu heel kleurig. Met alle hele kleuren leggen best wel shit. Leggen best wel shit. Zo, nou dat hebben we goed gedaan. Hij komt net zo hard weer terug. Ja, daar doen we het voor. Oh, net hard. Oh. Net te zacht. Net te zacht, shit. Zeg, wat krijg ik als ik je zo op de winnen maak? Niks. Chips. Niet voor mij. Zo, wat was dat? Hij gaat er niet eens in. Nee, ik denk dat gewoon slecht ben. Nou ja. Zegt degene die net verloren heeft. Hier staan. Ja, ja. Een punt. Te hard. Oké, okay, nou bedankt voor het winnen. Oh shit, dat is iets hard gedaan. Ik loop een beetje te juichen. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Nou ja, daar staat ik in. Ja, dus. Zo. Het is nog best koud. Een hele goede morgen. Het is vandaag tweede kerstdag. Ik vertrek net bij mijn ouders vandaan. En ik ga nu naar mijn opa en oma. Even kijken of er geen mensen... Ja, er lopen kinderen. Kinderen een spelletje te spelen en zo. Hij stelt niet scherp. Maar goed, het is heel erg koud. Het is 4 graden. Het is kouder dan gisteren. Maar normaal ligt er altijd sneeuw. Dus we mogen niet zeuren. Maar ja, panty. Maar goed, ik ga dus naar mijn opa en oma, zoals ik net zei. En mijn oom, mijn tante en mijn neefje is er. Normaal zijn er altijd 2 neefjes. Maar eentje moest werken vandaag. Die werkt in een hotel. En dan in de keuken. Dat is wel op zich leuk werk op zich. Dus ja, op naar de volgende kerst. Zo, daar zijn we weer voor heel eventjes. Ja, top. Alles is geleverd. Goed, zoals ik net al zei, ik ben even heel eventjes, want ik ga even meteen, ik kan bijna niet praten met sociaal, om een, ik ga alleen eventjes spullen bij elkaar rapen die ik mee moet nemen voor het kerstdiner. Want ik ga nu weer meteen door naar Anouk. We hebben samen een kerstdinertje, gezellig. Normaal gaan we altijd uit eten, het is altijd, we doen het inmiddels al 3 jaar, dat we bij elkaar hebben afgesproken.
de tweede kerstdag. Chocomelletje. En nu gaan we voor het eerst bij Anouk thuis eten. Dus dat wordt ook gewoon heel erg leuk, gezellig. Alleen ben ik gewoon helemaal gebroken. Ik ben echt helemaal kapot. Ik merk het onwijs erg aan mezelf. Ik ben echt gewoon helemaal gebroken. Ik zat net bij mijn opa. Oké, dat bedoel ik al. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden. Ik zat net bij mijn opa en oma. Gezellig. Maar pff, ja, zo gezellig was ik niet. Want ja, ik had het gewoon echt gehad. Ik was echt helemaal gesloopt. Ik heb vannacht niet zo best geslapen. Dus ja, maar goed. Ik ga even lekker de spulletjes bij elkaar rapen. En dan ga ik gewoon gezellig naar Anouk. Ik maak er nog even wat van. En dan ga ik gewoon wat eerder weg. Ik maak het gewoon niet zo laat vanavond. En dan kan ik gewoon lekker relaxen hier op de bank en zo. Dat is ook lekker. En gezellig even bij mijn vogeltjes. Want ik ben heel de kerst nu al weg geweest. Ik ben altijd eigenlijk heel de kerst weg. Dus dat ben ik wel gewend. Maar ja, ik heb natuurlijk net een nieuw vogeltje. En ja. Daar willen we ook een beetje van kunnen genieten en zo. Dus goed. Ik ga dus even het spulletjes. We hebben een lijstje voor elkaar gemaakt. Iedereen neemt dan wat mee. Ik heb soep. Dat kan ik natuurlijk wel allemaal even laten zien. Ik heb soep. Ossensoep voor mezelf. Maar hier zit natuurlijk wel een heel klein beetje wijn doorheen. En Italiaanse soep voor Anouk. Want Anouk die drinkt absoluut geen alcohol. Dus ik denk dan haal ik voor haar even Italiaanse soep. Een chocomel. En dan ijs. Ik heb nog een bakje. Ijs voor als dessert. En had ik dan nog meer? Volgens mij niet. Volgens mij was dit het. Nou, top. Snel in de tasje doen en dan op naar Anouk. Want ik ben eigenlijk al een beetje te laat. Maar ze gaf al aan dat het ook wat later mocht worden. Dus top. Oeh, die kerstboom. Gaat een beetje flikkeren. Gezegd. Nou jongens, ik ben zo kapot dat ik gewoon zelfs de lift neem. Dat gebeurt niet vaak. Wat denk ik dat het is? Mm-hmm, ja. Het rommelt niet. Nee. Nou. Oh, heb ik wat een goede gegeven? Mag ik even voelen? Ja, ja, ik heb de goede gegeven. Ik heb echt een flauw idee. Ik weet het echt niet. Nou, maak maar open. Het is ook klein. Het zijn er twee. In twee verschillende kleuren. Ik voel het. Het geeft licht. Voor de fiets zeker. Ik kon het. Achterlicht voor de fiets. Want die hebben daar nog steeds niet. Ik kon ze niet laten liggen. Ja. Yes. Nou, dan krijg ik in ieder geval geen bekeuring. Nee, hè? Ja, daar ben ik heel blij mee. Zitten al batterijtjes in. Oh, top. Nou, dan ga ik ze straks meteen aansluiten. Wat jij ervan vindt. Oh, dan ben ik ook heel benieuwd wat het. Want het was echt lastig. Ja, ik weet niet of ik wat ik had gezegd, maar je had me ook even mogen appen hoor. Had gekund. Ik heb jou ook om een paar dingetjes gevraagd van me. Oh, plakband. Oh, dit papier pakt altijd wel moeilijk uit. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat papier scheurt ook heel snel. Oké. Wat is het cadeautje? Het is thee. Dat is lekker. Het is thee. Ja, en een leuk blikje. Met een heel leuk blikje. Ja, echt een leuk blikje.
En het mannetje van Berlijn. Ja, inderdaad. Dan heb ik het andere mannetje van Berlijn al. Je kent het. Ik heb het mannetje van Berlijn al, maar ik... Oh. Wacht even. Ik had daar zoiets. Ga je, ken je het nou of ken je het niet? Is dit het mannetje? Ja, kijk eens. Dit is ook je hebt het mannetje van Berlijn. Het stoplicht mannetje. Ja. Ja. Je ziet het echt overal in Berlijn. Dat is echt leuk. Maar dit is leuk. Het is geen geur te zijn. Oh, zo erg stinkt mijn soep nu. Een lekker soepje. Nou ja, het is de laatste vlog van het jaar, dus ik merk meteen dat ik niet vlog. De laatste van vlog. Hé, hey, heb je laatste vlog? We moeten even een nieuw kaarsje doen. Oh, ik heb hem toch stiekem uitgeblazen, ja. Sorry. Ik denk dat je gewoon op man. Ja. Zo, de rook komt er vandaag, joh. Nee, ik heb de voorafjes heb ik, niet gefilmd. Ja, vergeten. Eigenlijk is het een soepgroot voorafje. Dus dan is hier voor amuse. Amuse? Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Dat heb je een hele chique restaurant krijgen. Dat is echt? Heel... Ja, jij hebt laatst in zo'n chique restaurant gegeten. Eigenlijk ja, dat is een heel klein hapje. Een heel klein mini. Dus wat krijg je voor je voorafje? Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Nou, wij gaan lekker proberen te eten. Dan moet het nog een beetje te eten, denk ik. Het is niet de soep die uit de zak. Het is echt. Ik weet niet welke van moet vinden. Het is niet vies, maar ook niet lekker. Het is een beetje. Er zitten amper stukjes in, hè? Ja. Hoe heet deze soep nou? Onze staartsoep. Onze staartsoep. Ja. Voor de mensen die nu zitten te kijken, waar heb je het over? Ja, en dit is mijn soep. Ziet er veel beter uit, toch? Ja, mensen? Tomaten. Ja. Ik wil wel proeven zo. Ja, dat mag. Yes! Zat die nou? Oh nee, maar als je onder het licht vandaan had, valt het best mee. Ja. Dat zou ik ook zeggen. Ik zit om de hoek, hè? Ja. Je mag er zo ook een stukje van eten, dan ga je het zien. Het ruikt namelijk wel een beetje. Oh nee, dat valt wel mee. Alleen als hij dan onder die lamp staat, dan blijft het veel. Valt wel mee. Ja, dit zei je. Het is bruin. Ja. Het is nog niet zwart. Nee maar dit het stukje... ruikt wel aangebrand, maar... Dat leek in de oven vrij. Misschien is het die oven. Nou, het volgende gerechtje is geitenkaas quiche. Met spinazie. Lekker. En nee, hij is niet aangebrand. We dachten dat hij aangebrand was. Ja, maar hij is niet aangebrand. Hij is niet aangebrand. Ja, ja. Zo, ik ben weer thuis aangekomen. Het eerste wat ik doe is lekker een kopje thee. En op de bank. Och, jongens, ik ben helemaal gesloopt. Het leuke is dat dit kopje komt uit Berlijn. Ik weet niet of je het daar kan zien. Volgens mij staat het juist aan de andere kant. Het is een sneeuwpop, mannetje. Het staat hier zo, kijk. Berlijn. Het is eigenlijk voor gluwijn. Maar dat maakt me niet uit. Ik had zin in een warme thee. Ik had het echt koud. Goed, ik ben net thuis gekomen. Ik heb ontzettend leuke kerstdagen gehad. Super gezellig. Maar gewoon eigenlijk net iets te druk, merk ik. Ik ben gewoon zo moe. Dat het misschien net iets te veel is geweest. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik heb nu 3 dagen helemaal niks. Dus ik kan gewoon lekker bijkomen. Dus ik vind het eigenlijk niet eens heel erg. Goed, voor nu is het misschien wel leuk om even wat cadeaus te laten zien. Wat ik allemaal heb gekregen afgelopen dagen. Ik heb aan de Anouk net, dat kan ik nu natuurlijk wel vertellen. Want ik weet dat Anouk af en toe de vlogs kijkt. Bij Anouk heb ik als kerstcadeautje daar moet ik er ook op komen. Een blik gegeven uit Berlijn met het Berlijnse poppetje erop. Het Berlijnse mannetje met verse thee erbij. Super leuk, was echt een heel leuk blikje. Als ik nog ergens een foto heb, dan laat ik hem nu zien. En ja, anders moet je het er maar mee doen wat ik nu zeg. Ja, goed.
Dan gaan we door naar mijn cadeautjes. Ik heb aardig wat gekregen, maar ja, dat is zoals ik al zei van het weekend. Ik kom uit een gezin met 6 man. Dus dan heb je aardig wat cadeautjes. Maar dat is altijd leuk. Ik vind het altijd wel heel erg leuk. We beginnen met het cadeautje wat ik net van Anouk heb gekregen. Dat is een eier. Zo'n eierding. Zo'n eierkoker. Super handig. Die had ik nog niet. En toevallig heb ik eieren in huis gehaald van de weekend. Afgelopen weekend. Dus kan ik meteen gebruiken. Hier kan je op zien of ze zacht of hard gekookt zijn en zo. Super handig. Dan heb ik een aansteker gekregen. In de roze. En heb ik daarbij natuurlijk ook kaarsen gekregen. En die staan inmiddels al aan. Die staan gewoon al aan. Ik denk, ik zet ze meteen op een bordje. Dus ze staan al aan. Het zijn allemaal groene kaarsen. Ik heb 2 setten gekregen. Allemaal dezelfde kleurtjes. Dus ik kan weer even lekker aardig wat kaarsjes aansteken. En ik vind het super gezellig. En het is ook nog lekker warm ook. Dan hoef ik de kachel niet zo warm aan te zetten. En dan zet ik gewoon de kaarsen aan. Dat vind ik nog leuker ook dan een kachel. Het volgende is douchegel. Douchegel van Nivea. En die is altijd wel heel lekker. Met frozen berry geur. Ja, leuk. Altijd handig. Douchegelletjes zijn altijd wel handig. Is altijd wel fijn om te krijgen. En de rest heb ik zoetjes gekregen. Dat is wel handig tijdens het studeren. Dat vind ik altijd wel lekker. Even gewoon wat in je mond te hebben. Dus die zijn ook altijd wel welkom. Dan heb ik een heel leuk Volkswagen busje gekregen. Ik ga hem heel even uit de verpakking halen. Dat kan je hem iets beter zien. Want ik ben tot ontdekking gekomen dat er ook nog 2 deurtjes open kunnen. Ja, ja. Het is wat. Ik weet niet of ik ze nu open ga krijgen. Want ze gaan best strak open. Ik weet niet dat dat lukt met 1 hand. Nee, dat gaat niet lukken. Maar goed, dit is het Volkswagen busje in het rood. Ik heb, zoals ik liet zien in de vorige vlog, heb ik al eentje staan in mijn kerstdorpje. Die staat er echt heel random tussen. Dat was gewoon echt de grap eigenlijk, dat er een Volkswagen busje tussen stond. En nu heb ik dus nog eentje, maar dan in het rood en dan zonder stickers. En degene die ik al heb is oranje met stickers erop. Maar dit is wel echt de officiële Volkswagen busje. Superleuk. Is echt leuk. En heel veel mensen die mij al kennen en al een tijdje kennen, die weten dat ik een onwijs grote wens heb voor in de toekomst om ooit zo'n busje te rijden. Ook al kost het heel veel geld. Ik wil het gewoon. Ik wil het zo graag. Dus ooit wil ik hier echt mee gaan toeren en gaan reizen. En, maar dat zijn wensen. Dromen. Wensen. Ja. Dat is gewoon leuk om al... gewoon over na te denken en zo. Voor in de toekomst. Dat is leuk. Verder heb ik ook nog een muts gekregen. Met een toepasselijke sjaal natuurlijk die erbij kan. Mijn moeder heeft deze helemaal zelf gebreien. Ik vind hem echt onwijs gaaf. Met die kleurtjes erdoorheen. Ze twijfelde of ik hem mooi ging vinden. Maar ik vind hem onwijs gaaf. Vooral met al die kleuren erdoorheen. Ik vind hem heel tof. En dan een beetje zwart er doorheen. Dat maakt hem dan nog een beetje neutraal. Ja, helemaal top. Dus die kan ik binnenkort lekker dragen. En dan zit super lekker warm. Dus nice. Verder hebben we dan ook nog een chocoladereep gekregen. Waar ik even een tijdje mee kan gaan doen. Niet in één keer opeten. Want dan kunnen we geen foto's maken meer en zo. Al die puisten. Dat is niet zo best. En als laatste heb ik een vliesdeken gekregen van mijn zusje. Waar ik natuurlijk altijd gewoon heel blij mee ben. Ook al heb ik er al een stuk of 4, 5 liggen hier zo. Ja, maar hier leggen ze allemaal. Ze liggen hier altijd bij mij op de bank. En als ik dan op de bank ga zitten, kan ik er altijd eentje pakken. En dan het ziet er een beetje rommelig uit misschien. Maar ik vind het gewoon handig als het daar ligt. Dus vandaar. Ik ben er echt heel blij mee. En dit waren dus een beetje mijn kerstdagen. Zo zagen ze er een beetje uit. Ik hoop dat jullie ook hele leuke en gezellige kerstdagen hebben gehad. En voor nu sluit ik ook gewoon lekker de vlog af. En is dit de allerlaatste vlog van 2019. 2020 ga ik natuurlijk gewoon weer verder vloggen. En gaan jullie weer een hoop andere avonturen meemaken.
Want er staat aardig wat gepland. We hebben, Anouk en ik hebben een lekkere lopen kletsen over onze aankomende reis die we gaan maken. Ga ik nog steeds niks over zeggen. Dat gaan jullie volgend jaar allemaal vanzelf zien en horen en zo. Dat is voor nu nog allemaal voorpret. Dus ja, dat is echt heel leuk. Echt heel veel zin in. Dus ik wens jullie allemaal een heel, heel gelukkig nieuw jaarwisseling alvast. En ik zie jullie pas volgend jaar weer. Ik ga aankomend weekend al beginnen aan de jaarmovie. Waarin alle vlogs in één video komen van het afgelopen jaar. Gaat onwijs leuk worden. Het is altijd wel leuk om mijn eigen jaar dan weer op terug te kijken in de vlogs. Superleuk. Ik vind het altijd het leukste moment van het jaar eigenlijk. Om dat allemaal in elkaar te bouwen. Het is wel een gedoe, kan ik je vertellen. Je zit er ongeveer 4 tot 5 uur wel aan om zo'n video te maken. Dan weten jullie dat misschien ook een beetje. Dan hebben jullie een beetje een inzicht hoe dat nou in elkaar steekt. Ja, zo lang zitten we er ongeveer aan. Zo'n video. Het legt eraan hoeveel vlogs je hebt. Ik heb er minder dan vorig jaar, heb ik al gezien. Maar ja, ik heb ook niet heel veel gevlogd dit jaar. Dat doet er verder ook niet toe. Maar het scheelt wel weer voor de jaarmovie. Dat ik iets minder lang eraan zit, zeg maar. Maar goed, dat genoeg gepraat. Ik ga lekker aan mijn thee. Ik ga heerlijk even een beetje uitbuiken, want ik zit echt vol. Ik ben moe. Ik ga lekker chillen. En ik zie jullie volgend jaar weer met de nieuwe vlogs. Doei doei!